Ik ben een paar jaar weg geweest in dit debat en ik vind het eigenlijk pijnlijk dat we dit debat nog steeds voeren. Hmm. Dat er nog steeds mensen zijn en eigenlijk steeds meer. En dan kun je wel, vorig jaar was het natuurlijk een piek. Maar die hun energierekening niet kunnen betalen. Die in een koud en tochtig huis zitten. En die logica, daar wil ik eigenlijk met de minister over in debat. Die logica dat je de belasting op gas verhoogt om te zorgen dat klimaatmaatregelen betaalbaar zijn, die werkt alleen als je ook daadwerkelijk geld hebt om die klimaatmaatregelen te nemen. Als je ook daadwerkelijk je huis mag verduurzamen. Het probleem is, 50% ongeveer van de mensen kan dat niet, omdat ze of in een huurwoning zitten of omdat ze het geld niet hebben. En daarmee werkt, wat de SP betreft, die prikkel niet. Maar voorzitter, wij hebben ook om deze reden vorig jaar een afspraak uit het coalitieakkoord niet doorgevoerd. Als het gaat om aanpassingen in de elektriciteits- of in de energiebelastingen. Puur vanwege dit punt. Want de impact zou te groot zijn en zou te weinig handelingsperspectief zijn. Daarom sturen we ook met normering nu harder op de woningcorporaties en de particuliere verhuurders. Dat ze eerder die slechte labels moeten uitsweren. Maar mevrouw Beckerman was ook woonwoordvoerder in de vorige periode. Dus zij weet, en nu nog, zij weet er ook alles van. Belangrijk is dat we ook bij het warmtefonds nu eigenlijk ervoor zorgen dat juist mensen met een kleine portemonnee veel makkelijker toegang krijgen tot renteloze leningen, tot subsidies ook, om die eigen woning te verduurzamen. Als het gaat om particuliere woningeigenaren die nu niet zelf met dat verduurzamen aan de slag kunnen. Dus we doen dat in de volle breedte. We moeten de komende jaren denk ik vooral heel goed bekijken. Maken we waar wat we nu willen aan het aantal woningen die per jaar worden geïsoleerd of niet? Want als we dat tempo niet halen, dan zul je in de komende jaren gewoon goed moeten kijken of dat de tariefontwikkeling nog altijd verstandig is. Een vervolgvraag van mevrouw Beckerman. Ja, voorzitter, maar deze logica is eigenlijk alleen maar logisch als je hier zit. En het punt is dat dus bijvoorbeeld zijn afspraken 2028 met die woningcorporaties. Dat betekent gewoon dat je zegt tegen mensen nog 4 jaar in een tochtig huis met een hogere belasting op gas. Dat is een boodschap van armoede. Dat is een boodschap waarbij het kabinet zegt, ja, we verhogen dat bewust en we weten dat u nog 4 jaar lang in die koude tochtige woning zit. En die logica, verkopen als klimaatbeleid, zorgt toch ook dat het draagvlak onder druk komt te staan. En dat begrijp ik niet. De minister. Het ook voor deze mensen geldt dat voor hen relevant is wat ze onder de streep voor hun energierekening betalen. En dus de combinatie van gasbelasting moeten we altijd bezien in combinatie met wat doen we met de elektriciteitstarieven, wat doen we met de belastingvermindering. En we hebben ook weer energieleveranciers gedwongen om vaste contracten aan te bieden. En we zien nu ook echt dat dat tot fors lagere contracten leidt dan dat een jaar of anderhalf jaar geleden werd aangeboden op de markt. Dus het is uiteindelijk de combinatie die het ook eerlijk en rechtvaardig moet laten zijn. Mevrouw Beckerman. Ja, voorzitter, we kunnen heel veel zeggen over statistiek ten opzichte van vorig jaar, inderdaad. Maar ten opzichte van daarvoor zijn die energieprijzen nog steeds fors hoger. En je hebt daar ook niet zo heel veel aan als je in zo'n koud en tochtig huis zit. En mijn probleem zit hem in die hele logica, dat je bewust mensen armoede induwt. En voor inderdaad, voor een deel van de mensen, zoals u en ik, ik zal het onderstreep niet heel veel uitmaken. Maar voor de mensen die het wel uitmaakt, vind ik deze boodschap een hele verkeerde. En heel veel landen om ons heen, die ook veel verder zijn in het verduurzamen van hun woningen, doen dit niet. Nederland kiest hiervoor. Nederland kiest voor die hoge belasting op gas. En uw vraag en wij, is? Onze vraag is, waarom stoppen we daar niet mee en zetten we niet gewoon versneld in, juist omdat dat beleid van die prikkel juist niet de mensen bereikt die het hardst nodig hebben en het minst hebben uitgestoten. Want dat is natuurlijk nog belangrijk. Hè? De armste Nederlanders hebben het minst bijgedragen en vangen de hardste klappen.